Ja, we hebben het veel gehad de laatste tijd over die Dylan, hè? Maar we moeten het eigenlijk even hebben over de Pieter. Ja, over die Omtzigt, want ja, hé vrienden, dat is eigenlijk net zo teleurstellend, die Pieter. Ja, want als ik zie wat jullie daar allemaal over schrijven aan mij. Ja, ik heb eens een aantal dingetjes zo'n beetje genoteerd. Flapdrol, zeggen jullie. Slapjanus. Ja, jullie zijn echt niet tevreden over de Pieter. Een twijfelaar vinden jullie het. En jullie zeggen, oh, had ik helemaal nooit van hem verwacht dat hij zich zo zou opstellen ten opzichte bijvoorbeeld van de PVV. Jullie vinden dat hij door de mand is gevallen. Ja. En hoezo nieuw bestuur, zeggen jullie, en nieuwe politiek, zien we ook helemaal niks van terug. Ja, dat schrijven jullie allemaal. Het zijn gewoon oude spelletjes. En zeggen jullie, we zijn er een beetje klaar mee met die poppenkast van die Omtzigt. Ja, want jullie vinden hem niet doortastend genoeg ook. En hij is niet duidelijk. Nee, en dat klopt ook wel. En het is allemaal natuurlijk heel erg bedachtzaam. En het is heel erg behoedzaam en voorzichtig. En zo manoeuvreert hij door het hele formatiespelletje heen. Ja, het is heel erg Omtzigtig. Ja, zo gaan we hem noemen in het vervolg. De Pieter, ja, Omtzigtig. En dat is hij ook. Ja, want hij speelt zijn spelletjes op een hele slimme en omzichtige manier. Ja, hij dwingt nu de VVD om helemaal... Ja, die moet het nu gaan doen. VVD, ja, hij speelt hem als volgt. Hij zegt nu, dat hebben we gezien in die aantekening natuurlijk. Ook weer zoiets, ja. Als jij de leider wil uithangen van Nederland, dan moet je dat soort dingen doen. Oh, wat een gestumper. Maar goed, in die aantekening hebben we gezien dat hij niet mee wil doen aan een kabinet met PVV en de BBB. Nee, dus VVD moet daaraan meedoen. Ja. Maar ja, hij speelt zelf ook een spelletje van dat hij er geen zin in heeft. Nee, Omtzigtig. Omtzigtig ziet dat helemaal niet zitten. Om in die kabinet eigenlijk met PVV te gaan. Dat heeft hij al een paar keer duidelijk gemaakt. En nou legt hij keurig de bal bij de VVD. Want als de VVD dan uiteindelijk nee zou zeggen tegen dat kabinet om daarin te stappen. Dan, en de boel ploft. Dan krijgt de VVD de schuld. En dan gaat onze Omtzigtig... Die gaat vrolijk vrij uit. Ja. Nou ja. En dat is Omtzigtig een doorzichtig spelletje.